Max Verstappen heeft de Dutch Grand Prix hier in Zandvoort wederom op zijn naam geschreven. Hij wist twee flinke regenbuien te overleven en zich na een lastige openingsfase terug te vechten naar voren om zo de 9e overwinning op rij te pakken. Fernando Alonso versloeg Sergio Perez voor de 2e positie. Laatstgenoemde kreeg nog een straf en verloor de 3e plek aan Pierre Gasly, die ook terug wist te vechten na zijn penalty. Voor Alonso was het natuurlijk ook een hele bijzondere race. De Spanjaard vertrok vanaf de 5e plek en in de regen liet hij zijn extra kwaliteiten zien. Daar waar diverse coureurs het lastig hadden met de omstandigheden, wist Alonso met al zijn ervaring het podium te bereiken. 2 jaar geleden, toen deze race terugkwam, dacht ik dat ik nooit een Zandvoort podium zou krijgen. Ik zat niet in de positie om daarover na te denken. Vandaag zal erg speciaal worden om het podium te delen met Max. Aldus Alonso, die ook nog werd verkozen tot Driver of the Day. En Pierre Gasly die ving de wedstrijd aan als 12e, maar dankzij een goede strategie van Alpine voor de eerste stortbui kon hij meedoen met de top 5. De Fransman kreeg ook nog eens 5 seconden penalty voor te hard rijden in de pitlane, maar wist zich uiteindelijk keihard terug te vechten. Nou, dat resulteerde uiteindelijk in de 3e plek, zijn allereerste podium voor team van Alpine. Voor Charles Leclerc was de uitvalbeurt in de Grand Prix van Nederland de zoveelste tegenvallen in een toch wel teleurstellend weekend in Zandvoort. Hij crashte tijdens de kwalificatie en parkeerde zijn Ferrari in ronde 43. Er was te veel schade aan de vloer en verloor op die manier te veel downforce. Elk team kwam vol goede moed de zomerstop uit, maar Leclerc moest toch wel toegeven dat dit een van zijn slechtste weekenden van het jaar is geweest. Helemaal als het aankomt op balans, want het team van Ferrari was daar continu mee aan het worstelen. Ja, ook Sargeant en Joe moesten uiteindelijk door een crash eerder de race verlaten. En ook Russell parkeerde zijn auto in ronde 68 in de pitbox na een puncture. Verstappen die weet dus 9 keer achter elkaar te winnen en zit op dit moment dus op gelijke hoogte met Sebastian Vettel. Op de vraag wat hij nog kan verbeteren, zei de adviseur van Rebel Racing het volgende. Ja, ik ken er niet één. Hij is zo goed, het maakt me niet uit of het regent of het droog is. Hij kan de race lezen en de banden onderhouden. Hij is daarnaast nog eens zo kalm. De ceremonie voor de start was erg indrukwekkend. Er was zoveel emotie, maar voor hem betekent dat ook enorm veel druk. Hij zei hallo tegen de koning, stapte in de auto en flikte het kunstje gewoon. Zo zei Marco tegenover Viaplay. Ja, was hem dan. Race day hier in Zandvoort. Ongelooflijk, wat een mensenmassa. Ik kan er echt zoveel van genieten. En na elke race vraag ik aan jullie, hoeveel sterren geven deze Grand Prix? Dat kan van 1 tot en met 5. Laat het allemaal weten in de comments hieronder. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit kanaal. Hoi!